En die indruk maak ik zelf ook wel dat ik een zachte trainer ben, maar dat is het dus niet. Nee. Ik ben, denk dat ik gewoon een rustige, duidelijke trainer ben en omgaan met karakters en culturen. Ja, maar jij bent niet, jij blaft niet. Nee. Dat bedoel ik eigenlijk. Nee, oké. Okay, maar dat verhaal is voorbij, hè? Ja. Doen omdat ik het zeg. Nou ja. Waarom trainen? Omdat ik het zeg en lopen. Ja, ja, maar er zijn trainers, bijvoorbeeld een type Klaas Wels, ja, ik bedoel, die is veel harder, zo lijkt het. Omdat hij veel wat harder schreeuwt. Ja. En maar blijkbaar heeft dat niet aangeslagen bij nee, deze dat bedoel groep. Ik. Nee, maar dat bedoel ik ook mee, want je bent wat bent socialer. Oogt wat vriendelijker of wat zachter. Ja, is het ook, maar ik ga wel meer met... En denk van Rob weet ik dat hij dat ook zo doet, Rob Penders. Ja. Maar wij zijn wat, we gaan met cultuur en karakters om, want de generatie is anders. Ik zit niet meer in de generatie waar ik speler was, waar ik Frans Keurver had. En mijn wilde zwet en Rine Zisserl ook, en die langs de kant stond te roepen en te schreeuwen als je iets fout deed. Ja, je raakt die jongens tegenwoordig kwijt. Ja. En dus je moet ze op een andere manier benaderen en je moet die jongens gaan overtuigen van het verhaal dat je aan vertelt en dat goed overkomt. En soms is het wel één op één. Zijn er wat momenten dat je iemand gewoon dat je harder op scheldt? Scheld niet, maar ik kan wel op een gegeven moment. Weet je, als ik dat elke week doe, dan prikken ze er ook doorheen. Ja. Dus het moment, ja, dat voel ik wel aan en dan ga ik wel. Is het moment al geweest? Op dit moment nog niet. Nee. Op dit moment. En wie heeft een gele kaart? Nog niemand. Nee. Heb jij Instagram, Sef? Nee. Nee. Ken je het principe? Eigenlijk mensen gewoon foto's van zichzelf namen erop zetten eigenlijk. Ik kwam vandaag een foto tegen van Memphis. Memphis Depay. Kijk, dit is hem. En daar staat bij van... have a blessed week. Maar dan heeft hij dus een hele mond vol diamanten beugel. En dan denk ik meteen... Hoe zou Louis van Gaal reageren als hij met die beugel de kleedkamer inloopt? Nou, Louis is daar, dat is gebleken, want hij presteert altijd weer Louis, kan daarmee omgaan. Ja. En ik denk dat hij ook daar redelijk direct is en aangeeft wat hij ervan vindt, maar wel tot een bepaalde hoogte dingen toestaat. We hebben laatst een interview gehad vanuit de voetbaltrainer met Louis van Gaal. En ja, daar geeft hij gewoon ook een aantal dingen aan. En hij is direct... Hij is consequent. Maar kon jij daarmee omgaan bij PSV bijvoorbeeld? Er zijn altijd types die... Kijk, die jongens die verdienen natuurlijk ook heel veel geld. Maar je kunt het er ook te dik opleggen op Instagram. In mijn beleving. Ik vind het... Ja, dat gaat mij net een stapje te ver, zeg maar. Kijk hier niet graag naar. 15 jaar geleden, toen was het allemaal net nog anders. Ik had ook Affalay, Aissati, Forfan... Lazovic, die types had je dus ook... Mexicanen, maar er waren toch andere types. Ja. Die hadden ook wel hun streekjes, hun kunsten, maar niet op dit niveau. En bij hun was het wel zo, en daar kan ik niet inschatten bij hem, dat als het kwestie was, en nu moeten we er staan, ook op een training, ze lieten ook wel eens een training lopen, die dacht van ja, wat doen we hier eigenlijk? Maar dan hadden de Mexicanen niet zoveel zin. Maar je wist, morgen is wedstrijd en dan kan ik op hun rekenen. Ja, ja. En of dat nou met gouden tanden is of zilveren tanden, uiteindelijk gaat het daarom. Ja. En het gedrag van iemand vind ik niet erg als dat afwijkt, als het me niet storend wordt voor de groep. Nee, maar ook, maar hoe het daar buiten is. Mijn zoon is fan van Depay, bijvoorbeeld, omdat hij bij Barcelona speelt. Ja, dan denk ik van ja, dan staat hij zo aan te lachen. Ja. Nee, maar, wat is dat eigenlijk in zijn mond? Ja, ja, maar dat geeft het wel aan. Waarom is hij fan van hem? Ja, dat die goals niet maakt. Alleen, ja, niet alleen denken, maar ook die uitstraling van hem. Kinderen kijken daarna. Ja, ja. Wij zitten nog in een andere wereld ten opzichte van die kinderen. Dat is echt zo. Dan zeg ik van ja, zolang de dingen niet storend zijn voor de groep en hij presteert, prima. Ja. Maar breng het als coach dan ook zo. Ik vergeet nooit dat Romario had een knie of een enkel blessure. Het was niet zeker of hij kon spelen. En ze hadden foto's gemaakt van zaterdag op zondag in de disco in Eindhoven, waar hij om 's nachts om 2 uur was aan dansen. Zondags moest er gevoetbald worden. Zondag. En ja, een en al paniek. Totdat Stan Valks opstijgt en zei van vrienden, allemaal leuk en aardig, maar zullen we niet eens eerst even wachten wat hij dadelijk in de wedstrijd doet? En als je het daar niet doet, snijden we hem de nek af. Binnen 20 minuten, 3 keer Romario. Ja. Ja. Iedereen klaar. Wil je niemand piepen meer? Hè? Nee, niemand. Zeg, ja, het is een andere cultuur.
En bij hem wist je gewoon, als hij dat s'nachts kan, dan staat hij er morgen ook. Want hij weet dat we het weten. Hij moet nou. En soms moet je mensen zo ver kijken dat ze vanuit zichzelf... En nou moet ik, want ik heb het geflikt. Ja. Tot slot, Maurice. MVV is rustig gebleven in de transferperiode. Heb je het team helemaal compleet? Of had je nog wat, gewild? Nee, ja, ik wist waar... vooraf hebben we het erover gehad. Wat de mogelijkheden waren en wat niet kon. Zijn er niet natuurlijk. Zijn er niet, dus ik wist waar ik aan toe was. En ja, weet je, dan handel ik gewoon naar de situatie zoals die is. Dus, heb je een spaarpotje voor de winter dan? Dat hoop ik wel. Want ik ben tevreden met de groep die we hebben. Maar ik denk wel dat in de breedte daar we wel iets bij kunnen hebben. En heb je ook al uitgekristalliseerd dan op welke posities? Nou, daar zijn we nou wel mee bezig, maar ik heb al een bepaald beeld al. Ja, maar wil je niet zeggen? Nee. Nee. Maar als je nou een groep wil kneden, geeft hij iets heel essentieels aan. Ik wist wat mogelijk was en wat niet mogelijk was. En hij gaat dan niet naar buiten te zeggen, ja, we moeten er eigenlijk nog twee spelers bij. Wat doet dat met de overigen? We moeten er nog drie bij hebben. Hij heeft gelijk, bij wijze van spreken. Maar wat doet dat met een groep? Ja. Dus hij, zonder dat hij de groep aanspreekt, dwingt gewoon, laat ik zeggen, respect af bij die groep, omdat hij aangeeft dat hij daar vertrouwen in heeft. Ja. En anders had hij wel geroepen, ja, dan moeten we er nog komen, want we zijn daar te zwak en daar te zwak. Die dingen, die spelen in een groep, hè. En zeker bij jonge jongens. Ja, ja. Heren, blijf nog even zitten. We praten nog even verder, maar we gaan wel dit afsluiten. Maandag zijn we er weer met tafelvoetbal, 7 uur. Tot dan.